De komkommer is niet schuldig. Kent u die uitdrukking, dames en heren kijkers? De komkommer is niet schuldig. Ik moest aan denken toen ik vanmorgen hier in de Volkskrant las... komkommer iets te vroeg zwart gemaakt. Komkommer iets te vroeg zwart gemaakt. De Duitsers hebben de komkommer veel te vroeg gedemoniseerd. De Duitsers hebben de komkommer veel te vroeg gedemoniseerd. Maar waar zit die EHEC-bacterie, waardoor Duitsers aan de lopende band sterven? Waar zit die bacterie dan in? En waarom, dat is ook zo belangrijk, waarom werd de komkommer zo snel als verdachte aangewezen? Jij hebt het gedaan, komkommer, en ik heb jou nooit vertrouwd, vieze kromme komkommer. Dames en heren, als er een misdaad plaatsvindt met dodelijke afloop, dan wil het publiek zo gauw mogelijk een verdachte aanwijzen. U kent dat wel. We moeten nu een verdachte oppakken. Al voel je op je klompen aan dat de verdachte eigenlijk onschuldig is. Ja, maar we moeten een pispaal hebben, nu zo gauw mogelijk. Er gaat een persoon dood die net een komkommer gegeten heeft of ingebracht heeft, zoals ook wel gebeurt. En dus is de komkommer de moordenaar. De komkommer is de moordenaar. Hij gaat dood, de komkommer is de moordenaar. En bewijzen hoeven we even helemaal niet te hebben, geen bewijzen, want we moeten een schuldige hebben. En dan ineens, dames en heren, kijkers, dan ineens blijkt dat de komkommer onschuldig is. Ik heb helemaal geen bacterie, zegt de komkommer. Ik ben kerngezond, zowel geschild als ongeschild. Dames en heren, het gebeurt in de groentewereld dat iemand ten onrechte beschuldigd wordt, maar het gebeurt ook in de mensenwereld. Mensen worden ook vaak te vroeg zwart gemaakt, te vroeg gedemoniseerd. He, ten onrechte zwart gemaakt. He, die man gaat van zijn huidige vrouw scheiden. He, en dan gaat hij met die nieuwe slet, daar wil hij mee gaan trouwen. He, die slet, die komkommer, he, daar wil hij mee gaan trouwen. Terwijl dan achteraf blijkt dat die zogenaamde slet een hele hoogstaande komkommer is. En dat zijn huidige vrouw een gemeen seksloos sujet is. Die alleen op geld uit is. Want die hebt die vrouwen die gaan scheiden. En die zijn alleen op geld uit. De komkommer is niet schuldig. Dames en heren kijkers, misschien moeten we daar eens aan denken als we heel snel een schuldige aan willen wijzen. Er is iets gebeurd en wie heeft het gedaan? Jij hebt het gedaan. Nee, dames en heren kijkers. Nee. Wacht rustig af, geef niet te snel iemand de schuld. Zeg niet gauw, de tomaat heeft het gedaan. De wortel moet opgehangen worden. De kiwi moet het land uit. De sla moeten we vieren delen. De banaan heb ik nooit vertrouwd. En de kerst was toch gewoon onderwereld. Dames en heren, de komkommer is niet schuldig. Wat een heerlijk begin van de maand juni. Ik wens u een fijne voortzetting. Weinig schuldgevoel en een aangenaam etensnaam. Met twee zwart ook, denk ik wel. Die vis heeft het gedaan.